Welkom bij jullie favoriete fitnesspodcast. Dit is Get in Shape Late Night. Get in Shape Late Night. Goedenavond en welkom bij de tweede aflevering van Get in Shape Late Night. Vandaag hebben we weer twee prachtige gasten. Een haat voor McDonald's, maar liefde voor de Albert Heijns. Welkom, Jules Robijns. Applaus. Niet zo groot geschapen, maar op zijn ballen is hij preus. Welkom, Jonas de Kreus. Goedenavond. Vanavond gaan we het hebben over enkele topics rond voeding. Het eerste topic dat we gaan bespreken is flexibel tracking versus meal plan. We gaan het ook hebben over binge eating, over intra-workout nutrition en over de perfecte post-workout meal. Jules, Jonas, wat hebben jullie ontbeten vanochtend? Jules, ja, wat heb ik ontbeten vanmorgen? Twee eitjes, wat bosbessen, banaan, wat skier en ook nog high-protein brood. Hey, Jonas. Bij mij is een beetje, sinds de lockdown, is mijn normaal ontbijt een beetje veranderd. Want we hebben eigenlijk bijna dagelijks vers brood, vers gebakken van bij de schoonouders dat we krijgen. Dus... ik eet eigenlijk een heerlijk snee vers gebakken brood met pindakaas en een banaan en daar weer een weeshake. Nice, mooi. Pindakaas echt het beste. Dat is zeer lekker. Voor nog een keer even een ochtendroutine van een klant van mij aan te halen. Elke nacht laat hij een citroen trekken in een grote fles water en die drinkt hij 's ochtends uit. En in zijn gym werd er verteld dat hij daarmee extreem zijn vetverbranding gaat stimuleren, omdat dat heel goed de maag samentrekt. Een mening daarover? Kapot lang. Het is een beetje, ja, het is een beetje heel kort door de bocht en eigenlijk onwaar ook. Als in, qua vetverbranding zal dat niet veel veranderen. Alleen wat dat er wel wordt opgemerkt is bijvoorbeeld low water drinken. Met een zuurdere pH, dus met de citroensap, kan bij sommige mensen de vertering iets vergemakkelijken. Maar dat is niet algemeen dat je dat bij mensen ziet. Maar bij sommige mensen die een beetje een gevoelige maag hebben, kan dat wel helpen. Maar daarom heeft dat geen betere effecten op vetverlies of andere zaken. Maar het kan misschien de spijsvertering een beetje vergemakkelijken. Bij sommige mensen. Niet bij iedereen. Wat is uw mening daarover, Jules? Nee, inderdaad. Ik volg Jonas daar volledig in. Het gaat geen extra effect geven. Het gaat er niet voor zorgen dat je sneller vet gaat kunnen verbranden. Je gaat er ook niet veel verkeerd mee doen. Maar het is niet iets wat je moet doen. Dus veel coaches halen dat aan van je moet dat doen. Je moet dat totaal niet doen. Nee. Ik heb hem ook gezegd, het is mooi, hebt u dagelijkse portie vitamine C binnen. Nu ga je zeker immuun zijn tegen corona. Dat was een grapje. Alright. Ja. Flexibel tracking versus meal plan. Ik weet niet, welke methode past jullie het vaakst toe? Wel, mijn methode, mijn principe dat ik eigenlijk hanteer is flexible dieting principe. Waarbij dat ik targets ga meegeven met de klant. Om ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk hun doelen behalen. Maar heel belangrijk is dat ik niet enkel aantal koolhydraten, aantal proteins, aantal vet meegeef. Maar daarnaast is er nog een ander iets dat ik track, is fiber, is vezels. Dat is ook heel belangrijk. Nu, dat zijn wel cijfers, maar heel belangrijk is dat je ook de klant een houvast mee heeft, wat structuur mee heeft. Van hoe zorg ik ervoor dat ik eigenlijk aan die target raak en wat moet ik voornamelijk eten? Andere mensen, andere coaches gebruiken een mealplan en dan staat er effectief op het mealplan wat dat ze moeten eten. Maar ik ben van het principe... dat het ook veel aanhoudbaarder zal zijn voor de klant om wat flexibeler daar te werk te gaan. En het heeft ook aangetoond dat of je nu flexible dieting principe gebruikt of meal plans, je kan hetzelfde bereiken. Dus ik gebruik voornamelijk het flexible dieting principe. Jonas, ik weet niet wat jij voornamelijk gebruikt. Ja, ongeveer komt het wel op hetzelfde neer. Als we spreken over flexibel eten, zou dat in principe het summum moeten zijn van een normale eetgewoonte. Als je dat eigenlijk doortrekt, bijvoorbeeld je eet eigenlijk niet volgens een vast plan of iets dat vooraf voorgelegd is, dat is eigenlijk een beetje zoals dat we, voordat we aan ons fitnessverhaal begonnen,
was dat een beetje wat dat we eigenlijk deden. Als in, we hadden niet echt vrij veel regels omtrent wat dat we aten. Als in, het was voornamelijk naar gemak toe, naar wat er in dat seizoen of in je koelkast lag dat je ging eten. Dus eigenlijk komt daarmee flexibel eten daar een beetje mee in dezelfde buurt toe. Maar wat dat Jules dan zegt is, moesten we dat zo op die manier doen, ja, dan zouden we waarschijnlijk weinig lichaamssamenstellingveranderingen veroorzaken. Dus mensen zouden niet zomaar afvallen, moesten ze gewoon blijven eten zoals dat ze gewoon waren om te eten. Maar door meerdere regels, zoals dan bijvoorbeeld aantal koolhydraten, vetten, eiwitten en hun vezels bijvoorbeeld bij te houden, kan je er wel voor zorgen dat mensen afvallen met die minimale regels dat er zijn. Nu, dat is voor veel mensen ook wel niet zo heel makkelijk om dat te bevatten als ze van het opzicht komen van ik ga samenwerken met een coach en die gaat mij vertellen wat dat ik moet eten. Als je tegen iemand vertelt bijvoorbeeld, je mag zoveel gram eiwitten eten per dag, wat zijn eiwitten bijvoorbeeld? Dat is iets wat dat dan bij de coach eigenlijk vaak ligt, om hem daarin bij te schoon. Dus ook al komt het nu zoals over, alsof dat Jules bijvoorbeeld gewoon een paar cijfers zo meedeelt naar klant, dat is absoluut niet het geval. Er worden wel degelijk, je moet daar een beetje meer kunnen over bijleren voordat je dat concept helemaal snapt. En als we dan de vergelijking maken tussen een vast maaltijdplan en dat flexibel diëten, dan vergelijkt dat een beetje met in de zee zwemmen en in een baantje van het zwembad zwemmen. Als in iemand die een vast maaltijdplan meekrijgt, die zwemt eigenlijk in één baan van het zwembad. Als in, er kan weinig fout lopen, het bad is 1,5 meter diep, verdrinken gaat hij niet doen, maar je hebt eigenlijk wel heel weinig beweegruimte. Als in, je kunt niet naar overdreven veel naar links en naar rechts zwemmen, of je zit tegen de kant van het zwembad, of je gaat buiten je baan. Dus er is weinig optie voor bepaalde zaken, zoals sociale etentjes, dingen die plotseling veranderen, zolang dat je het niet, als je niet meer aan dat maaltijdplan kan vasthouden, dan staat het daar wel. En dat is de grote meerwaarde aan dat flexibel diëten. Als je daar de basiskennis van snapt, kun je eigenlijk heel flexibel je dagplanning verder besteden. En dat wordt dan vergeleken met in de zee zwemmen. Als in, je moet er iets meer voor kunnen. Je moet kunnen door de golven zwemmen. Je moet boven water kunnen komen zonder dat er een golf over je gesmeed wordt. Maar het biedt je wel in staat om veel vrijer te kunnen rondzwemmen. Ja. Wat ik zelf toepas, ik wacht een beetje totdat de klant bij mij komt en kijk welke richting dat ze uit willen. Je hebt echt mensen die zeggen van oké, ik ga gewoon 100% luisteren naar de coach, maak een mealplan op, ik volg dat strikt, ik heb daar mee staan. En dan heb je ook nog de gasten die zeggen van ja, ik wil nog altijd wat vrijheid, dus geef mij maar gewoon een flexibel plan, geef mij die macro's mee en ik vul dat zelf in. Maar wat ik vaak merk, als ik bij mensen met een mealplan probeer over te stappen op dat flexibel plan, dan ze vaker foute keuzes gaan maken en daar heel veel snoep gaan insteken en sneller meer honger gaan hebben ook, omdat hun voeding niet zoveel meer verzadigt. Dus ik vind wel dat dat echt afhangt van welk type persoon dat je bij je hebt. De ene gaat dat supergoed kunnen inplannen en gaat zorgen dat hij geen honger heeft, maar een andere persoon gaat zeggen van oké, in het weekend ga ik dat volledig opvullen met snoep, zorgen dat ik wel nog wat proteïnes heb, maar op het einde van de dag nog steeds honger hebben. Terwijl als je een plan maakt met voeding die zeer veel verzadigt, zou het kunnen zijn als een heel stuk minder honger hebben. Wat vind je daarvan? Nee, dat is waar. En dan denk ik ook dat dan de coach is om vereisten voorop te stellen. Bijvoorbeeld, je geeft nu aan dat er een bepaalde klant zijn eigen macro's zelf invult, waarschijnlijk met junkfood of wat minder verzadigd voedsel. Dan is het misschien belangrijk om mee te geven als coach van, kijk, je eiwitten en je vezels zijn op dit moment top priority. Dus dan is het zeker belangrijk dat je die twee zaken haalt. Hoe dat je verder je carbs en je vet opvult, is persoonlijke preference. De studies hebben ook aangetoond dat het vaak niet echt uitmaakt. Het hangt er nu eigenlijk vanaf van hoe groot het verschil is tussen bijvoorbeeld de carbs of vet. Want je wil natuurlijk wel een minimaal aantal vetinname hebben voor je hormonenbalans onder andere. Maar hoe eigenlijk een bepaalde persoon dat een beetje opdeelt, maakt eigenlijk wat minder uit. Nu, in verband met mealplans, ik wil nog een keer naar mealplans gaan. Er zijn er wat voordelen bij. Zoals dat Jonas zei, van, de mensen moeten niet nadenken, de mensen moeten gewoon volgen.
Het is ook heel tijdsbesparend, want je moet je maaltijden niet zelf samenstellen en je moet zelf ook niet nadenken om je macro's te hitten. Iets waarmee dat heel veel mensen vaak in het begin bij flexible dieting problemen mee hebben, van hoe moet ik hier verschillende maaltijden samenstellen om ervoor te zorgen dat ik mijn einddoel raak. Daarin moet de coach eigenlijk ook wel helpen, zeker in het begin. Maar goed, wat ik persoonlijk vind, is dat er ook redelijk wat veel nadelen zijn bij mealplans. Dat zeggen dat er heel weinig flexibiliteit is. Mealplan is een structuur dat je moet volgen. En er zit er vaak niet genoeg variëteit in, waardoor dat mensen dan voedingsmiddelen snel beu worden, zoals kip, rijst, broccoli, mealplans. Iedereen kent dat wel. En er zijn vaak nog coaches die dat voorschrijven, wat ik eigenlijk niet echt done ben, omdat er veel variëteit moet zijn. En daardoor vind ik het ook niet echt aanhoudbaar op lange termijn. Of je zou een hele levende coach moeten hebben die mealplans voorschrijft. Wat dat veel mensen hebben vaak niet genoeg financiële middelen om dat te doen. En daarnaast heeft je sociaal leven er ook invloed op. Dus flexible dieting zorgt ervoor dat je heel flexibel kan omgaan met je dieet. Dat wil zeggen, als je een keer gaat willen uiteten, als je een keer bij je vrienden bent en je wilt dat eten, en het fit in je macro's, perfect. Dat gaat er niet voor zorgen dat je van het treinspoor valt. Totaal niet. Dus het heeft, als je een mealplan gaat volgen en je gaat bijvoorbeeld op restaurant gaan, kan je moeilijk zeggen tegen ober. Zou je graag hier kiprijs broccoli klaarmaken voor mij? Ja, dat gaat vaak niet. Er is vaak ook niet genoeg variëteit op dat mealplan om naar het restaurant te gaan en te zeggen van oké, ik zou graag willen dat jullie dat maken. En ook, ja, ik denk niet dat veel mensen dat doen. Dus in mijn opzicht is flexible dieting superieur in vele gevallen in plaats van een mealplan. In andere gevallen inderdaad, bijvoorbeeld prep-athletes. Er zijn prep-athletes al geweest die met flexible dieting-principe heel een prep voltooid hebben. Maar het maakt natuurlijk wel heel moeilijk op het einde van een prep, als je redelijk laag zit in calorieën, als je ervoor wil zorgen dat je eigenlijk alles dat je binnenneemt, dat je echt verzadigd bent om zo weinig mogelijk honger te hebben, dan is het wel heel moeilijk. Dus dan is het misschien wel interessant voor de laatste weken van je prep echt wel een mealplan te volgen en zo verder te doen. Maar goed, flexible tracking, nog een keer, het voordeel daarvan is, de mensen gaan ook bijleren. De mensen gaan weten wat ze in hun lichaam stoppen, de mensen gaan weten wat ze consumeren, hoeveel koolhydraten dat zijn, hoeveel eiwitten, hoeveel vetten. Continu bij aan bijleren. En ik merk ook bij mijn klanten, dat ze na x aantal weken, dan ze al een heleboel informatie verhaard hebben, en dat ze eigenlijk al op hunzelf verder kunnen. En dat is heel mooi om te zien. Dus dat is een beetje zo de voor- en de nadelen van mealplan versus flexible tracking. En mijn voorstander is nog altijd flexible tracking. Misschien nog één ding. Sorry dat ik hier zo lang over bezig ben, jongens. Misschien nog één ding om aan te halen. In veel landen, bijvoorbeeld in Australië, is het wel vereist dat je een geregistreerde diëtist bent om mealplans voor te schrijven. Wat ik op zich wel goed vind, want heel vaak kampen mensen met problemen, hebben ze deficiënten in bepaalde vitamine, mineralen enzovoort. En als je eigenlijk een standaard voedingsschema geeft naar die bepaalde persoon, ga je hem daar niet meer verder helpen. Je gaat misschien vet verliezen, maar je gaat hem misschien slechter voelen of je gaat dat bepaalde deficiënt eigenlijk niet opvullen. Dus ja, Jonas, heb je daar toevallig nog iets aan toe te voegen? Of? Wel, ik denk dat het wel duidelijk is dat we op dat vlak op dezelfde hoofdlengte zitten. Bij ons bij Coaching Collective werken we heel erg rond gewoonteverandering en gedragsverandering. Gedragsverandering, mijn excuses. En wat dat je daar eigenlijk, wat dat daar naar onderzoeken toe, als je een echt gedragsverandering in het algemeen onderzoekt, is dat iets wat dat de kans geeft om zelfredzamer te zijn in de toekomst. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk meer controle kunt uitoefenen over een bepaald iets. Dat dat eigenlijk de kansen dat je dat bepaald gedrag gaat blijven vertonen in de toekomst veel meer mogelijk maakt. Als in, en dat is eigenlijk een beetje wat die flexibele aanpak ervoor zorgt. Als in, je vergaart een bepaalde kennis, bouwt dat op en door eigenlijk inzicht te krijgen over bepaalde zaken, ben je in staat om dat veel langer vol te houden. Als in, jouw maaltijdplan vervalt niet omdat je één maaltijd niet kunt van de dag tot een goed einde brengen of goed kunt inplannen. Nee, doordat je eigenlijk kennis verhaart, weet hij perfect van oké,
mijn normale dagindeling ziet er zo uit, maar mijn avondeten door een of andere omstandigheid moet veranderen. Wat kan ik doen om dat, die avondmaaltijd eigenlijk nog altijd volgens het plan verder te zetten? En dat is eigenlijk wat dat de kracht is van dat flexibel dieet. Dus je geeft kennis aan iemand door, waar dat eigenlijk op lange termijn veel meer variatie en flexibiliteit kan uitoefenen om hem eigenlijk op plan te houden. En dat is eigenlijk een beetje de essentie van de zaak. Als we dan eigenlijk spreken over wat dat Sjoel op het einde zei bij de wedstrijdatleten, bijvoorbeeld op het einde van hun prep, dan is dat iets waarbij dat we voornamelijk naar keuzestress moeten beginnen kijken. Als in, wat is er voornamelijk de voordelen aan een vast maaltijdplan of een vaste routine, is dat eigenlijk bij veel mensen de keuzestress wegneemt. En die keuzestress kan ervoor zorgen dat eigenlijk alle andere dingen die moeten gebeuren, eigenlijk heel moeilijk worden. Omdat er zodanig extra veel stress bij komt van wat zou ik vandaag doen, wat zou ik vandaag eten, hoe zou mijn ontbijt eruit zien. Op sommige delen van je leven is dat iets waar je eigenlijk geen ruimte voor hebt. En een atleet in een wedstrijdprep die bijna flauw valt als die van de wc recht komt door zijn lage bloeddruk, is die keuzestress eigenlijk wel iets waar hij geen boodschap meer aan heeft. En dan is hem eigenlijk op een vaster maaltijdplan zetten, iets waar die atleet heel veel kan helpen. Wat ik daar vaak de vergelijking mee maak, is bijvoorbeeld Mark Zuckerberg van Facebook. Die doet alle dagen dezelfde outfit aan. Die doet dezelfde broek aan, dezelfde t-shirt. En dat is niet omdat hij eigenlijk per se die broek en die t-shirt graag ziet. Nee, dat is voor hem eigenlijk een manier om energie te besparen. Al zijn de keuzes dat die vent elke dag moet maken, daar nog moeten over zorgen maken wat hij eigenlijk zou moeten dragen, dat is iets dat hij eigenlijk niet kan in zijn dag bij hem en hij spaart heel veel energie uit op die dag, om daar niet meer te moeten stilstaan. En dan is zo'n maaltijdplan misschien wel iets wat je in dezelfde manier kan vergelijken. Mm-hmm. Ik had over laatst een klant die bij mij was, en we waren zijn flexibel voedingsplan aan het bekijken. En die had een pizza Hawaii van Dr. Rutger daarin gepland. En die zegt super trots tegen mij, kijk, 34 gram eiwitten. Maar daar waren 600 calorieën dus naar die pizza gaan, of 700 calorieën. Maar wat ik mij dan afvraag, Pat, nu, je stopt met begeleiding. Je zegt, ik ga mijn voedsel niet meer tracken. Maar ze willen toch genoeg proteïnes binnen hebben. Dan gaan ze denken, ah cool, er zit 34 gram eiwit in die pizza. Dus Pat, nu mensen die volledig stoppen met onder calorieën te tracken. Ik denk dat ze dan wel het voordeel gaan hebben van een meal plan altijd gehad hebben. Van oké, ik heb 100 gram kip, 20 gram eiwitten, een paar stukken fruit per dag, wat havermout als koolhydraten. Denk een keer dat je echt stopt met de tracking en stopt met, ja, met bij een coach en begeleiding te gaan, dat voordeel van een mealplan er dan toch ook wel gaat zijn. Maar ik denk dat we daar dan een beetje het onderscheid moeten maken als in iemand gewoon een MyFitnessPal-account aanmaken en dan zeggen van, dit zijn de cijfers waar je die dag moet overdoen, dat is het. Ja. Daarmee gaat iemand niet genoeg aanleren, maar bijvoorbeeld daar nog extra regeltjes wat ik over vertelde van dat baantjeswem, daar eigenlijk bij opstellen bijvoorbeeld, je mag je eigen eten zelf inplannen, maar we willen proberen om bijvoorbeeld 2 porties fruit en 2 porties groenten per dag en dat je ongeveer een viertal maaltijden hebt waar je een goede eiwitbronnen zitten hebt. Dat zijn al regeltjes die nog altijd heel flexibel zijn, maar wel veel meer helpen om dat verzadigd gevoel dat je in een maaltijdplan met saai eten bijvoorbeeld, kip, rijst en groenten bijvoorbeeld, dat je dan ook net iets meer kan in helpen dan enkel maar zeggen, kijk, ga 3000 kilocalorieën, of dat je dan uit wineguns haalt en eiwitpoeder, of uit volwaardige maaltijden, maakt het niet uit. Zo ga je wel de klant op lange termijn veel beter tools aanleren dan eigenlijk enkel maar op die cijfers te baseren. Maar ik denk dat dat niet is wat dat Jules ook bedoelde. Nee, totaal niet, totaal niet. Je moet echt wel een structuur meegeven met de klant van oké, het is wel echt noodzakelijk dat je genoeg porties groenten binnen hebt, dat je genoeg porties fruit binnen hebt, om zeker aan je vezeltarget te geraken. Wat ik ook vaak doe, ik vraag aan de klant, alvorens dat we beginnen aan het traject, voor een bloedonderzoek. Hè, om toch te kijken, oké, wat is er mis? Hè, wat is er mis in het lichaam? We werken niet optimaal. Welke deficiënten hebben ze? Hè, welke vitaminen en mineralen worden niet goed opgenomen? Hoe kan ik daarop inspelen? Met dan extra regeltjes mee te geven van, ik zou toch daar op letten en toch wat meer consumeren van dit of dat. En echt wel continu adviseren en bijsturen. Dat doe ik heel veel.
En mijn aanpak is ook een beetje wat ik doe in het begin. In het begin vullen de mensen een vragenlijst in. Heb ik wel een overzicht van wat de mensen antwoorden daarop. Maar vaak is dat niet echt de realiteit. Dus wat ik doe, ik laat eerst toch wel eventjes zelf tracken. Kijken welk voeding en eetpatroon zij op dit moment hebben. En dan ga ik een prioriteitslijst maken. Oké, wat zit er bovenaan de prioriteitslijst? Waarop dat ik moet inspelen? En wat moet ik eerst aanpakken? Zodoende dat we uiteindelijk hun doelen beginnen te behalen. Hè? Dus dat is heel belangrijk. Ik vind het ook heel mooi dat je hebt aangehaald dat het heel belangrijk is om gewoontes te creëren, om habits, om structuur te hebben. Ik heb hier eigenlijk een boek naast me. Dus ik ben er ook heel erg fan van. Habits zijn super belangrijk. Waarom? Omdat je dan ook niet... Je moet niet meer nadenken en je kiest gewoon hetgeen wat je weet dat goed is. Hè? Ik heb daar ook dan ook een habit learning course gemaakt. En mijn inspiratie heb ik hieruit gehaald. Dus het boek Atomic Habits van James Clear. Ik raad echt iedereen aan, maar echt iedereen. Ook al heb je al een heel goede structuur in je leven, ik raad je dat aan om dat te lezen. Er zitten heel veel oefeningen in dat je zelf kan toepassen. Dus dat is echt zeker iets, een boek dat je echt zou moeten lezen. Absoluut, een heel goed boek van James Clear, absoluut. Oké, ik wou dus absoluut flexible dieting niet aanvallen. Ik werk er zelf mee. Maar wat ik echt doe is, ik maak een mealplan op voor mijn klanten. Zeker de eerste maand zeg ik, probeer dat te volgen voor wat structuur erin te krijgen. En na de maand zeg ik ze van, kijk, we kunnen je voeding bijhouden in een app. Zorg gewoon dat je die macro's behaalt, voldoende eiwitten binnen hebt, fruit en groenten eet. Pas ook wel dezelfde methode toe als jullie, maar ik geef ook echt elke maand nog altijd een mealplan bij. Voor als ze toch nog meer structuur willen, dat ze daarop kunnen terugvallen altijd. Ik denk dat het een beetje terug op neerkomt, zoals dat we in de eerste aflevering van de podcast hadden gezegd, is, we hebben bepaalde methodes en die zijn altijd ondergeschikt aan bepaalde principes. Ja. En een maaltijdplan voor iemand opstellen of iemand in een flexibel dieetpatroon steken, als dat, zolang dat eigenlijk aan die principes een beetje voldoet, heeft dat zijn voor- en zijn nadelen. Het enige wat ik nog wilde vertellen, en dat is misschien een mooi huwelijk tussen ons alle drie, is als ik kijk naar mijn klanten die eigenlijk volledig in dat flexibel dieetpatroon vallen, ik spreek niet echt over dieetpatroon, maar laat ons nu om benaming daarover spreken, zijn eigenlijk de mensen die daar meest succesvol mee zijn bij mij, die dat ook op lange termijn blijven doen. Als je naar die een eetpatroon ziet, dan is dat niet dat de dag start en oh, wat zou ik vandaag keer eten? Het zijn vaak mensen die eigenlijk heel gewoontegebonden zijn. En als je eigenlijk die mensen de maaltijden bekijkt, dan is 80% van de maaltijden eigenlijk volgens een vaste structuur. En dan eigenlijk een kleine deel eigenlijk heel flexibel, als in sociale gelegenheden, dingen dat ik je mislopen, bepaalde voorbereidingen dat niet gelukt zijn, dat eigenlijk enkel maar het kleine beetje eigenlijk aaneenschakeld wordt met eigenlijk een vaste, normale gewoonte van eten. Want eigenlijk is dat hetzelfde als een maaltijdplan, als in hoe dat je eigenlijk je normale dagindeling doet, dat is een beetje een plan, als in dat is een vaste structuur dat eigenlijk weinig verandert. Als in, we spraken hier vanmorgen over ons normaal ontbijt. Ik denk, als je dat morgen zou vragen aan ons, of je vraagt dat volgende week, dan 9 op de 10 keren dat ontbijt wel ongeveer hetzelfde zal zijn, denk ik. Als iemand zegt die heel gewoontegebonden is, dan heb je wel terugkerende patronen daarin. Dus ik zie eigenlijk dat flexibel diëten weer meer iets dat je kunt gebruiken als tool om aan je eigen gewoontes toe te voegen. Ja. En pas op, begrijp me niet verkeerd. Ik heb nu veel voordelen aangehaald in verband met flexible dieting. Maar er is ook een bepaald nadeel. Dus wat ik ook vaak zie, en wat er ook gewoon gebeurt, is dat de mensen te focussen op de nummertjes en dat ze te obsessief te werk gaan. Dat zeggen dat ze op het einde van de dag, dat ze op, bijvoorbeeld, 150 gram eiwit moeten hebben. Bon, dat is niet echt het geval, bijvoorbeeld ook je calorieën, je maintenance calorieën, je kan die bepalen aan de hand van verschillende methodes, maar je maintenance calorieën, dat is een range. Dat wil zeggen, als je je maintenance calorieën hebt bepaald op 2000, dat is eigenlijk een range tussen, ik zeg nu maar iets, 1800 of 2200. Want je gaat ook niet elke dag hetzelfde aantal fysieke activiteit doen, dus dat fluctueert en dat varieert. Dus daarom dat het ook heel belangrijk is dat we kijken naar weekgemiddelden,
Ik neem altijd het gemiddelde over de week om te kijken of dat ze aan hun calorieën voldoen. Maar dat kan een keer verschillen. Nu, de mensen die veel te obsessief te werk gaan, en als ik dat merk, dat ze echt wel stressen als het gewoon niet klopt in hun hoofd en als ze niet aan cijfertjes geraken, dan is het wel heel belangrijk dat je daarop inspeelt. Dat je die informatie meegeeft, dat je zegt van, bon, zit je een keer 5 gram eronder of 5 gram erover, dat is niet zo erg. Zorg er gewoon dat je echt wel een goede vaste structuur hebt, dat je consequent bent, dat je consistent bent. Want hoe consistenter dat je bent, zelf in voeding of in training, hoe meer succes dat je behaalt. Dus dat was ook wel een nadeel van flexible dieting. Ik weet niet of dat al vaak voorgekomen is bij jullie, dat jullie echt zo van die klanten hebben die daar te obsessief mee bezig zijn? Ik denk zelf dat het weer op hetzelfde neerkomt als we terug naar ons vervelend methode-principe gedoe. Er is aan elke methode een voor- en een nadeel verbonden. En het is af te stemmen met de persoon over wie dat gaat, of dat die nadelen de voordelen waard zijn. Als in iemand die een eetproblematiek heeft bijvoorbeeld, en die de neiging heeft om heel obsessief met eten om te gaan, dan is misschien iemand leren flexibel diëten of met een calorietracker werken misschien niet het beste wat je die persoon mee kan opzadelen. Als in nog meer obsessief worden over uit wat dat alles is eten is opgebouwd en begin denken in koolhydraten, vetten en eiwitten bijvoorbeeld, dat kan een heel obsessieve mindset geven ook als het daar niet voldoende genuanceerd wordt. Wat dat we willen proberen bereiken is, wat dat je sowieso moet weten als we voedingslabels bekeken, zit daar een heel grote foutenmarge op. Voedingsfabrikanten zijn niet verplicht om dat tot op de 1 kilocalorie juist te doen. Er zit daar een grote foutenmarge op. En je dan obsessief gaan beginnen baseren op 1 gram eiwit, 1 gram vet of 1 gram koolhydraat, is voor veel mensen niet echt de goede manier om te doen, want de fouten dat ze daarin maken zijn toch groter dan de precisie dat ze er kunnen op uitoefenen. En dat leren ook beseffen dat dat een bepaalde meetmethode is, is ook wel goed om dat te leren niet te obsessief mee om te gaan. Wat dat er wel moet weten is, stel dat je iemand moet meten met een meetlat, en dat meetlatje is telkens 5 centimeter te lang dat het eigenlijk zou moeten zijn, dat gaat een incorrecte waarde zijn. Je gaat die persoon niet juist kunnen meten, maar je gaat die wel representatief de volgende dagen telkens hetzelfde kunnen meten. Dat gaat normaal gezien telkens dezelfde lengte zijn dat die persoon gaat hebben. En dat is een beetje hoe je dat calorietellen in die MyFitnessPal of een andere calorietracker eigenlijk het beste kunt vergelijken. Als in, je hebt een bepaalde meetmethode die misschien niet helemaal juist is, maar het is wel nog altijd veel correcter dan dat het gewoon op andere manieren zou inschatten of doen, bijvoorbeeld. Alright. Ik denk dat we het flexibel tracking versus mealplan hier ongeveer kunnen afronden en dat we misschien kunnen overstappen op het volgende topic. Iets dat eigenlijk heel belangrijk is en ook vaker begint terug te komen bij mensen, het binge eating. Iemand die wil uitleggen wat dat juist is? Jules, heb je eens een definitie daarvan te vertellen? Goh, definitie. Binge eating, voor mij en eigenlijk wat er aangehaald wordt, is dat eigenlijk een enorme hoeveelheid voedsel eten is, zelf tot op het punt wanneer je geen honger ervaart. Dus als je echt gaat eten, tot op het punt dat je vol zit, maar daar nog verder eet. En dat is nu ook erkend als een officiële diagnose. Veel mensen hebben daar te kampen mee. Er zijn nu ook onderzoeken die aantonen dat het ook wel genetisch kan zijn, dus dat er daar een relatie is tussen. Dus dat is een beetje wat dat binge eating is. Mm-hmm. Jonas, heb je er nog een aanvulling? Ja, wat ik ook meestal daar nog in vermeld als mensen mij dat vragen, is dat het verlies aan controle ook wel iets is wat je mee kan gepaard gaan. Als in het gevoel hebben dat je eigenlijk aan het eten bent en dat je de controle over jezelf verliest, over die manier waarop je aan het eten bent. Maar die definitie dat Jules juist zei, is een heel juiste, absoluut. Dus als ik dat onderwerp mag aansnijden, als dat goed is, hoe dan dat wij mensen begeleiden die eigenlijk denken aan dat gedrag te beantwoorden, is dat we eerst moeten zeker zijn dat er effectief binge-eating is. Als in, het is iets wat gelukkig veel meer onder de aandacht komt de laatste tijd, en dat is heel positief, dat we daar meer onderzoek naartoe doen, en dat er ook meer mensen daarover durven
zichzelf uitspreken. Maar we moeten eerst wel een beetje kijken van, is wat je denkt dat binge-eating is, werkelijk ook binge-eating? Als in, s'avonds voor de tv, terwijl je Netflix aan het kijken bent met je partner, een hele zak koeken of chips opentrekken en opeten, en dat je denkt van, oei, ik heb veel te veel gegeten, ik ben een beetje misselijk, dat kunnen we niet echt als binge-eating ervaren. Als in, stel dat dat effectief de definitie zou zijn, dan denk ik dat de hele westerse populatie daar wel op een maand of week basis zelf aan schuldig is. Dus binge-eating is nog een klein trapje hoger, als in dat het echt wel iets dieper gaat. Het schuldgevoel is ook wel heel erg aanwezig, niet alleen de dag zelf, maar dat is iets wat eigenlijk mensen die beantwoorden dat binge-gedrag, dat is een soort van continue cyclus dat men ziet. Als in, het is niet één dag in de week, maar het is iets wat dat gebeurt, terug even afkoelt, maar dat blijft altijd in het achterhoofd. En vroeg of laat barst die bom telkens. En dan moet je ook wel beseffen dat het bingen op zich, als in het te veel voedsel eten, dat proberen stoppen, is meestal niet de eerste stap dat je wilt proberen doen. Als in, wat je heel veel mensen ziet doen, is proberen van die low-calorie ijzenhuis aan, die dieetkoekjes, allemaal dingen die weinig calorieën bevatten, om dan, als het binge-gedrag er is, gewoon te proberen bingen op zo'n ding. Maar dat is eigenlijk een klein beetje hetzelfde gedrag. Dus dat niet proberen vervangen met gewoon ander voedsel bijvoorbeeld, is meestal niet de beste stap. Het gedrag op zich, bingen, is niet wat je het eerst wil aanpakken. Het handigste wat je dan kunt doen, is proberen identificeren. Waarom doe ik dit eigenlijk? En dan zien we dat er meestal drie dingen zijn, drie categorieën die daar eigenlijk onder vallen, waar dat eigenlijk binge-eating veroorzaakt wordt. Eerst en vooral is het heel erg strikt en streng diëten. Bijvoorbeeld nee zeggen tegen een heleboel voedingsmiddelen, voor lange tijd, onder veel stress dan daarvoor. Voortdurend nee zeggen, vroeg of laat zal dat ervoor zorgen dat je een keer er gaan moeten aan toegeven. En vaak is het dan een overreactie. En die overreactie kan het binge-eating patroon wel veroorzaken. Een tweede, en dat is iets wat ik dan het meeste aandacht aan zou willen besteden, omdat ik denk dat we daar als coach het meeste kunnen aan doen, is eigenlijk een lage gemoedstoestand. Als in, dat binge-eating is eigenlijk een manier om aan stress te beantwoorden. Je wil een bepaald gedrag doen om je lage gemoedstoestand eigenlijk te verhelpen. En dan is dat eten, dat overmatig eten, een manier om dat te doen. En dan ten derde is eigenlijk jezelf jouw ideaal lichaamsbeeld in een te positief daglicht stellen en als ideaal beeld gaan zien. Als in, als je constant wil streven naar de ideale fysiek, dan kan dat het binge-eating patroon wel in elkaar werken. Want je bent jezelf constant aan het pushen om te beantwoorden aan een bepaald ideaal dat misschien net buiten bereik is en eigenlijk dat binge-eating patroon in gang stelt. En misschien laat ik Jules spreken. Inderdaad, heel mooie zaken eigenlijk dat je hebt aangehaald. Ik vind het een keer interessant om daar nog een beetje dieper op in te gaan over wat zijn die oorzaken en hoe kun je die oorzaken eigenlijk omschrijven. In het begin sprak je over dat restrictief eetpatroon. En bij heel veel mensen zeggen dan bijvoorbeeld van kijk, ik eet geen koolhydraten, want koolhydraten maken me dik. Of andere zaken zoals van ik doe aan intermittent fasting en ik mag enkel eten tussen 12 uur en 8 uur. Dat zijn ook zaken die heel restrictief zijn. Dan heb je nog andere, bijvoorbeeld bij vrouwen. Ik eet maar 1200 calorieën op een dag. En dan vaak kan dat leiden tot binge-eating, wat dat dan vaak kan leiden tot gewichtstoename. En dan zitten ze eigenlijk gewoon in een vicieuze cirkel. Ze zijn ervan overtuigd dat ze maar 1200 calorieën per dag eten, maar hebben dan af en toe weer een binge-eating happening. En dan zorgt dat ervoor dat ze eigenlijk in een surplus zitten over heel de week, waardoor dat ze dan uiteindelijk bijkomen. En dat is dan inderdaad, gelijk dat je zei van, nee, ik mag dat niet eten. Nee, maar er zijn heel veel mensen waarmee dat ik in contact kom, die zeggen van, nee, ik mag geen chocola eten bijvoorbeeld, want dat bevat te veel calorieën. Of nee, ik mag dat niet eten van mijn coach, want dat staat niet op mijn maaltijdplan en dit en dat. En dan ga je eigenlijk heel restrictief werk. En dan, dat is vaak een hele grote oorzaak, zeker bij fitnessers, die ertoe kan leiden dat ze uiteindelijk binge-eten. Nu, daarnaast, en dat vond ik super dat je dat aanhaalde, dat is die lage gemoedstoestand van
Oké, mensen ervaren stress, verdriet, eenzaamheid, woede, misschien zelfs een beetje frustratie. En in plaats van die oorzaak aan te pakken, van de oorzaak van die gevoelens eigenlijk aan te pakken, gaan ze grijpen naar voedingsmiddelen die hun happy maken. Hoe komt het dat ze eigenlijk hun happy voelen? Is omdat ze een piek gaan krijgen in een bepaald hormoon, en dat is dopamine. Dus door het eten van die zaken die voornamelijk carbs en vet en dan eventueel wat zout of wat andere lekkere zaken, gaan ze eigenlijk een piek krijgen in dopamine en gaan ze hun gelukkig voelen. Dus ze voelen hun slecht, ze gaan enorm veel eten, ze voelen hun gelukkig, ze komen dan weer bij of eender wat en dan voelen ze weer slecht. En dan zitten ze eigenlijk continu in een vicieuze cirkel. En dat is iets wat je zou moeten doorbreken, wat dat echt wel niet gemakkelijk is. Ik heb al klanten die daar problemen mee hadden. En dat vraagt wel wat tijd. Dat is niet van de ene dag op de andere dag dat je kan zeggen van oké, ja, we gaan er nu mee stoppen. Het is nu genoeg geweest. En voilà, we gaan nu gewoon normaal eten. Nee, dat is totaal niet het geval. Dus dat neemt wel wat tijd. En het is heel belangrijk dat je daar ook over communiceert. Dat je gesprekken hebt daarover. Misschien dat het ook wel een keer interessant is om nu dan over te gaan naar wat dan de verschillende oplossingen zijn daarvoor, Jonas. Yes. Dus daar straks spraken we over een klant van kennis voorzien, dat er eigenlijk voor zorgt dat hij op lange termijn waarschijnlijk betere oplossing zelf kan vinden. En eigenlijk kunnen we dat onze taak als coach een beetje hetzelfde vergelijken met deze problematiek. Als in, we willen eerst zien wat dat precies dat gedrag veroorzaakt. En dan is het heel handig om voor de persoon zelf om een dagboek bij te houden. En dat is niet kinderachtig op de een of andere manier, maar ik bedoel echt proberen je dag een beetje af en toe op te schrijven, je maaltijdpatroon een beetje neer te schrijven, als in, ik eet mijn ontbijt op dit uur, mijn hongergevoel was zoveel, ik voelde me na die maaltijd zo, omdat dat binge-gedrag is iets wat, dat, zoals dat was zijn, is een vicieuze cirkel, waardoor het ook wel voorspelbaar maakt. Als in effectief blijven kijken naar jezelf voor een paar dagen, een paar weken, dan een stuk bijvoorbeeld, dan ga je patronen zien terugkomen. Bijvoorbeeld, dat je als voorbeeld jezelf uithongert doorheen de dag, dat je eigenlijk veel te hongerig terug thuis komt, kan dat binge-patroon om 's avonds voor de televisie te beginnen eten misschien nog verergeren. En daar eerst inzicht over krijgen, kan je al een strategie geven om eraan te beginnen. En wat dat dan nog een methode is dat je zou kunnen denken van dat copingmechanisme, als in het, de manier om te gaan met stress, om je terug happy te maken, dopamine waarvan Jules van sprak, proberen eigenlijk andere manieren op te lijsten die dat ook zijn. Daarom wil dat niet zeggen dat je nooit meer dat binge-gedrag zou mogen vertonen, dat je altijd dat andere gedrag moet vertonen. Maar jouw toolbox om met stress om te gaan, een keer op te schrijven en dat ook te weten wat dat is, als in is naar buiten gaan, een wandeling maken, een goed bad, een geurkaars aansteken, ik ben nu dingen gewoon aan het opnoemen, maar bijvoorbeeld te weten waar je ook van ontstresst buiten dat eten, dan kan het al voor zorgen dat als er terug is zo'n kritiek moment aankomt, dat er misschien mogelijkheden zijn om naar een ander soort copingmechanismen te grijpen, in plaats van altijd naar het eten. Ja, Jonas, inderdaad, die copingmechanismen. Je hebt aangehaald, je hebt iets aan, een bepaald ding aangehaald van hou het bij. Hou een journal bij, schrijf je gevoelens op. Dat is wel voor mij echt wel cruciaal, omdat je eigenlijk zo het probleem had beschreven en zo eigenlijk beter had kunnen verstaan van wat heeft ertoe geleid dat ik een binge-eating aanval heb gehad. Dus om een voorbeeldje te geven, je kan bijvoorbeeld, je hebt een binge-aanval gehad s'avonds om 9 uur. Dan kan je opschrijven, kijk, om 9 uur heb ik een binge-aanval gehad. Wat heb ik gegeten? Bij wie ben ik? Waar was ik? Hoe voelde ik me? Had ik effectief honger? En wat kan de eventuele oorzaak zijn? En als je dan die zaken gaat beginnen bijhouden, dan de volgende keer ga je dat weer hebben, weer een binge-eating aanval, dan ga je misschien eventuele patroon zien. En dan kan je eventueel de oorzaak terugvinden, maar dan is het ook heel belangrijk dat je de oorzaak gaat aanpakken. Veel mensen hebben binge-eating aanvallen omdat ze de oorzaak niet aanpakken. Omdat dat heel confronterend is. Als iemand de oorzaak gaat aanpakken, dan gaan ze zich vaak kwetsbaar opstellen en dat is iets wat heel veel mensen niet willen doen.
Dus dat kan het wel interessant zijn om erover te praten met iemand dat je vertrouwt, met eventueel je vriend of je vriendin, of eventueel je ouders enzovoort, maar dat je het toch wel erkent, dat je het probleem erkent en dat je het misschien niet alleen, maar misschien samen kan aanpakken om ervoor te zorgen dat je weer dat je geen binge-eating aanvallen hebt. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat je kijkt naar je eetpatroon, naar je levensstijl. Bijvoorbeeld als, en dat komt heel vaak voor, mensen gaan werken, dan hebben ze een hele goede structuur. Wat zeggen ze? Ze gaan 's morgens een ontbijt eten, dan eventueel nog iets eten tussen een ontbijt en een middagmaal. Maar dan heb je eigenlijk de tijd tussen je middagmaal en je avondeten. Dat is een serieuze gap. We zeggen, heel veel mensen gaan hun middagmaal eten, gaan misschien door werkstress of door stress doorheen de dag wat minder tijd hebben om misschien nog een keer een tussendoortje te eten. We zeggen dat ze dat gaan uitstellen en dat ze gaan zeggen van oké, we gaan wel s'avonds eten, we gaan even op ons tanden bijten om dan s'avonds uiteindelijk mijn avondmaal te nuttigen. Maar omdat ze eigenlijk zo'n lange periode zonder eten hebben gezeten, kan dat een van de oorzaken zijn waarom dat iemand dat s'avonds voor de tv of in hun bed of Netflix en chill gaan beginnen binge-eten. Dus ik raad eigenlijk aan om zeker rond, als je weet dat je daar toch wel problemen mee hebt, rond de 4-5 uur toch wel iets te eten. Nee, het helpt niet alleen voor je binge-eating aanval, maar bijvoorbeeld voor de fitnessers ook. Het is heel belangrijk voor je muscle protein synthesis te stimuleren rond de 4 uur. Nee, zodoende dat je nog altijd optimaal bent voor je spieraanmaakproces. Dat is nu een extra dat ik hierbij smijt. Maar zwart. Het is heel belangrijk dat je echt wat structuur hebt in je eetpatroon. En daarnaast, voedingsmiddelen die bijvoorbeeld off-limit zijn, proberen, maar dat is wel heel belangrijk, heel moeilijk ook, proberen stilletjes aan terug te introduceren in minimale hoeveelheden in je voedingspatroon. Omdat er eigenlijk geen enkel voedingsmiddel zou eigenlijk off-limit moeten zijn. Of het is bijvoorbeeld een bepaald voedingsmiddel dat ervoor zorgt dat je echt wel opgeblazen wordt of dat je eventueel zelf niet eens mag eten. Zo van die zaken, dat is natuurlijk wat off-limits. Maar als je met de gedachte zit van ik mag hier geen chocola eten omdat het veel calorieën bevat, probeer dat stilletjes aan terug te integreren om dan zo ook uiteindelijk te kunnen beseffen van oké, 10 gram chocola gedurende de hele dag, dat gaat er niet voor zorgen dat ik ga bijkomen. Maar dat is wel heel delicaat en dat doe je misschien best ook onder begeleiding met een coach of met iemand anders. Maar mag ik er nog iets aan toevoegen? Ja, zeker, zeker. Dus waar we het eigenlijk niet echt over gehad hebben, en dat is misschien wel iets om mooi te kaderen, is als we dan over de derde categorie spraken die dat mogelijk binge-eating veroorzaakt, is dat overwaardering van jouw ideaalbeeld, van je lichaamsbeeld. Als we dat dan in dit kader allemaal bespreken, dan langzaam introduceren van voeding dat al heel lang off-limits is geweest, leren luisteren naar je lichaam, proberen gaten te zien in jouw eetpatroon, dan is het wel logisch dat dat onmogelijk is om in een dieettoestand te proberen fixen. Als in, dat is iets wat vaak mensen wel tegenaan lopen, als in ze vertonen bepaald binge-eating gedrag dat heel hardnekkig is, zoals dat je zei, een vicieuze cirkel, same story over and over again. En dan willen vastklampen aan dat ideaalbeeld door bijvoorbeeld nog per se te willen blijven afvallen. Om door jouw binge-eating patroon te komen, ga je stappen terug moeten zetten. En wat dat voor jou heel belangrijk is, als in er goed uitzien, er fit willen uitzien, blijven afslanken naar dat ideale vetpercentage dat je in je hoofd hebt, dat zal niet lukken om de hardnekkige binge-eating gedrag te kunnen verwijderen als je blijft vastklampen aan die oude gewoontes. Omdat die gewoontes er juist voor gezorgd hebben dat je nu met een probleem zit. Dat leren aanvaren en ook door een vertrouwenspersoon in te schakelen. We spreken hier nu over coaches, maar laat ons even wel heel duidelijk zijn dat wij niet de perfecte persoon zijn om deze problematiek volledig te begeleiden. Als in iemand die een erkende psycholoog is of een erkende diëtist, is misschien nog net iets beter gewapend dan wij zijn. Dus daarop beroep doen is misschien nog iets beters dan eigenlijk je personal coach daarvoor in te schakelen. Wij zijn een goede vertrouwenspersoon en wij gaan je daarin zeker proberen versterken en aanmoedigen, maar wij zijn niet de persoon omdat je daar volledig in te begeleiden. Maar daarom wil dat wel niet zeggen dat proberen
probleem te identificeren, dat is zeker iets wat je zelf kunt proberen. Het is maar als je het gevoel hebt dat al die pogingen die we nu opgenoemd hebben, en dat er nog altijd weinig wetenschap brengt, dan is het echt wel de tijd om om professionele hulp in te schakelen. Misschien moeten de mensen ook een keer beseffen dat het ideale beeld dat ze hebben van zichzelf, mooie sixpack het hele jaar rond, eigenlijk niet het ideale levenspatroon is voor hun. Want je sprak van het ideale vetpercentage voor iemand, dat ligt bij iedereen verschillend. Iedereen wil uiteraard 8 à 10% vet hebben, waardoor dat alle spieren mooi uitkomen. Maar bij sommige mensen ligt hun ideaal vetpercentage, waarop dat ze zich goed voelen, een heel stuk hoger. En veel mensen kunnen zich niet aan vastklampen. Like, ik weet, ik voel mij goed rond de 16% vet. Zet mij een heel jaar door op 10% en ik ga ongelooflijk bingen, ongelooflijk slecht voelen. Maar niet iedereen kan dat aanvaarden van, oké, in off-season ben ik wat chubbier. Zeker. Zeg dat nog eens, Kies. Helemaal. Nee, gewoon dat laatste woord. Enkel dat laatste woord. Chubbier. Chubbier. Chubby, ja, oké. Okay. Anders was dat een woord dat ik moet opzoeken. Ik heb nu wat fluff, maar voor mij is dat niet erg. Maar je hebt veel mensen die dat echt niet kunnen aanvaarden. Nee, inderdaad. Dan onder buikspieren niet meer zichtbaar zijn. Dat is iets dat heel vaak bij veel. Ja. Dat is iets dat heel vaak voorkomt bij vrouwen. Waarbij dan ze 's morgens op de weegschaal gaan staan. En dat ene nummertje gaat eigenlijk al bepalen hoe dat ze zich voor de rest van de dag voelen. Ja. En dat is al... mensen in mijn kringen hebben daar ook problemen mee gehad. Maar dat zou je niet mogen. Eigenlijk zou je moeten je lichaam accepteren hoe dat is. En weten dat het op dit moment door een transitieperiode gaat. En dat je uiteindelijk werkt naar bijvoorbeeld vetverliezen of na een aantal kilo's. Maar dat is wel heel belangrijk om op dit moment te accepteren van oké, ik ben eraan aan het werken, of dat ik nu morgen ga bijkomen, of dat ik nu morgen ga afvallen op de weegschaal. Dat mag eigenlijk de rest van de dag niet beïnvloeden. En dat is heel jammer voor de mensen rondom jou, of voor jezelf ook, omdat je dan wat negatiever door het leven gaat en je gaat minder kunnen genieten van alle andere aspecten van het leven. En dat is super jammer. Nu, één methode dat ik gebruik eigenlijk, is om te kijken naar weekgemiddelden ook bij gewicht. Nee? Vrouwen hebben vaak dagelijks fluctuaties in hun gewicht door omwille van hun hormonen, menstruele cyclus. Maar dat kan wel enorm verschillen. Mensen die in hun luteale fase zijn op het einde van hun hormonale cyclus, gaan eigenlijk echt wel soms tot 1 of 2% van je lichaamsgewicht bijkomen. Het kan zelfs soms meer zijn. Dus je moet eigenlijk een beetje een houvast geven aan de klanten en eigenlijk zou zeggen van oké, dat ene nummertje mag eigenlijk niet bepalen hoe je je voelt, want kijk van waar je komt. Je bent al zoveel kilo's afgevallen. Dat is nu over een bepaalde case dat ik spreek. Je bent al zoveel kilo's afgevallen. Je bent op de goede weg. We kijken altijd naar een tendens, naar een trend. We kijken nooit naar bepaalde cijfers op bepaalde dagen. Maar we kijken naar trends. Nu, bij Comprep Athletes is dat natuurlijk al anders. Maar bij bijvoorbeeld Genpop clients, waarbij dat een doel vetverlies is, willen we ervoor zorgen dat die tendens dat die al aan de lijn is. En af en toe ga je een keer naar boven en naar beneden gaan. Dus ik ben nu een beetje aan het uitweiden. Dat is interessant om te vonden, omdat dat cijfertje je gemoedstoestand niet mogen beïnvloeden. Ja. Oei, en jongens, ik kreeg weer een melding dat mijn internetconnectie onstabiel is. Ja, hopelijk hebben jullie dat gehoord. Ik ben weer Netflix aan het kijken, de neus erop heen, denk ik. Ja, ik denk het wel, Maar over cijfertjes gesproken, mensen moeten ook stoppen met te willen werken naar een vetpercentage. Wat gaat bij de ene coach op 6% staan, gaat bij een andere coach, dat gaat 10% zijn bij hetzelfde lichaam. En mensen die zeggen, oké, ik wil hier nu werken naar die 6% vet, dat is een onbegonnen zak. Vertrouw op de spiegel en kijk niet te veel aan die cijfertjes, dan gaat je stukken beter voelen ook. Ja. Ook zoals dat Jonas. Zonder we er nog te veel over uit te wijden ook, maar het komt een beetje op neer wat we de vorige keer ook bespraken, als het over gaat over sociale media en Instagram bijvoorbeeld. Ja. Voor de foto's die telkens zien verschijnen van de mensen die eigenlijk uitzonderingen zijn en die
eigenlijk het zoomen moeten zijn van wat er eigenlijk mogelijk is, doordat het eigenlijk op constante basis staat is op jouw telefoon te zien, wordt dat een beetje als normaal beschouwd. Maar dat is absoluut niet het geval. Als in, oké, het is wel mogelijk om naar heel lage vetpercentages te gaan, dat je er gigantisch goed gaat uitzien op korte termijn. Maar voor veel mensen is dat een rekker dat je zodanig lang moet uittrekken, dat zodanig veel spanning veroorzaakt, dat de weerslag echt veel groter is. Dus dat is ook deels het beeld van de fitness, is proberen bij jezelf ook te leren inzien wat dat jouw mogelijkheden zijn. Als een basketballer van 1,60 meter, dat kan een vrij goede basketballer zijn, maar dat gaat nooit een professionele NBA-speler worden, hoe erg dat ook is. Oh, pas op, maar mag ik even aanhalen, ik ben een basketspeler en Muggsy Bogues was effectief wel super short, dus die zat in de NBA. Maar goed, dat is wel een outlier. Outliers maar, natuurlijk. Voilà. Maar ja, mensen moeten ook een keer beseffen, je hebt van die influencers die heel het jaar door foto's posten met een sixpack. En wat er veel vergeten is, dat die foto's genomen zijn binnen een bepaalde periode. Je hebt er die werkt naar een shape, ze doen 4-5 fotoshoots, en daarvan posten ze 2 jaar aan een stuk foto's. Dus dat is niet dat die elke dag van hun leven zou zijn. Maar veel mensen denken dat dat effectief zo is, van wow, die gast is shredded, year-round, ik wil dat ook. Niemand kan dat. Ik denk, als we dan naar onze contest prep atleten spreken, dat eigenlijk die contest prep atleten na de wedstrijd eigenlijk de heilige drievuldigheid zijn van onze 3 categorieën. Als in, ze hebben een periode meegemaakt waarbij dat ze super rigide dieet hebben, een hele lange periode aan een stuk. Ze hebben lage gemoedstoestand meegekend en ze willen nu naar copingmechanismen zoeken om eigenlijk te genieten van zaken. Ja. En ten derde, ze klampen eigenlijk halstarrig vast aan die ideale podiumshape dat ze 2 weken geleden hadden en nu eigenlijk al als sneeuw voor de zon aan het smelten is en ze willen daar eigenlijk nog blijven aan vastklampen. Het is dan heel normaal dat veel van die contest prep atleten na een wedstrijd eigenlijk die problematiek beginnen te vertonen. Omdat het eigenlijk een perfecte storm is voor zoiets te verwerken. Ik denk dat de job als coach daar nog het moeilijkste is, de periode na de wedstrijd, voor zo'n persoon op te vangen. Want dat is zeer moeilijk om onder controle te houden. Zit er ook niet 24/7 bij. Mm-hmm. Dat is inderdaad. Daar een keer een podcast over doen. Ja, sowieso. Dat gaat een apart topic zijn. The diet after the diet. Yes. The diet after the Alright. diet. Alright, op naar het volgende topic. Intra-workout nutrition. Wat is jullie mening daarover? Persoonlijk, ikzelf, water. Het enige wat ik meeneem naar de training is water. Een goede maaltijd ervoor gaat al voldoende je lichaam voorzien van energie voor eigenlijk een training succesvol te kunnen afronden. Ik weet niet, gebruiken jullie iets van intra-workout nutrition? Joe? ik persoonlijk niet. Nu, ik heb wel gemerkt, het is gewoon een persoonlijke anekdote. Als ik van die heavy leg sessions heb... En ik ben weggevallen. Ja, opnieuw. als ik gewoon spreek voor mezelf... er was een periode... Dat was even een paar maanden geleden, denk ik, dat ik aan het bulken was en dat ik serieus heavy leg sessions had. En dat het wel, dat mijn lichaam het wel nodig had, die intra-workout carbs. Nu, dat was totaal voor mij persoonlijk en dan voel ik van oké, ik heb die nodig. Maar we moeten altijd kijken van oké, waarom zouden we intra-workout carbs integreren? Wie heeft er het baat bij? Want vaak is dat niet echt nodig. Zoals dat Gies aanhaalt, het is niet echt nodig. Nu, de redenering waarom dat er intra-workout carbs worden gebruikt, zou zijn omdat die koolhydraten die je dan consumeert, en dat zijn simpele koolhydraten, niet complexe, geef je snel energie, zodat je performance en je intensiteit heel hoog blijft gedurende de training. Maar het meeste onderzoek dat gedaan is naar intra-workout carbs, zijn bij duursportatleten. En daar heeft het echt wel een positief effect getoond. Als duursportatleten rond de 90 minuten trainen of zelf meer, dan kan het wel beneficial zijn, dan kan het voordelig zijn voor die atleet om een trainingsintensiteit hoog genoeg te houden. Nu, er is ook een studie gedaan van Kulik en, in 2008, waar dan ze gekeken hebben naar krachtsporters en ze hebben gekeken naar het effect van die intra-workout carbs op squats. Nu, de ene groep heeft
0,3 gram per kilogram lichaamsgewicht carbs gekregen. En de andere groep heeft placebo gekregen. En er was eigenlijk geen significant effect tussen beide groepen. Nu, we moeten wel aanhalen, en ik denk dat dat bij elk soort voeding of supplementatie of dit of dat of ander protocol, moeten het placebo-effect ook aanhalen. Placebo-effect is een heel groot effect. Hè. Dat is echt wel niet te onderschatten. Bijvoorbeeld, er zijn onderzoeken gedaan naar mensen die fatburners consumeren en mensen die placebo hebben gekregen. En de mensen die fatburners hebben gekregen, hebben meer en significant meer vet verloren als de andere mensen. Maar het is altijd kijken van oké, welke context moeten we dat zien? En dat kan je meestal altijd als antwoord meegeven. It depends. Het hangt ervan af. Hè? Dus mijn persoonlijke mening, eigenlijk zijn ze niet nodig. Zeker voor krachtsporters, te zeggen dat de volume of intensiteit of work done tijdens je training heel hoog zijn, dan kan het wel beneficial zijn, dus voordelig. Maar meestal is dat niet nodig. Nu bij duursporters zou ik dan wel meer gebruiken dan bij krachtsporters, maar dat is zo mijn persoonlijke opvatting daarover. Jonas, heb je daar iets meer over te vertellen? Ik sluit me daar volledig bij aan. Ik wilde gewoon nog zo een paar nutteloze details daarbij vertellen, die wel leuk zijn om te vertellen. Er is zelf wetenschappelijk bewijs dat mensen die bijvoorbeeld hun mond spoelen voor de training met een zoetige drank of zoetige substantie, het moet zelf nog geen suiker bevatten, want het mag zelf een vervangsuiker zijn, die eigenlijk geen energetische waarde heeft bijna. Mensen die hun mond daarmee spoelen, uitspugen, dus niet inslikken, en dan trainen, hadden een hogere prestatie dan bij de controlegroep die het bijvoorbeeld niet deed, of die het met water deed bijvoorbeeld. Dus de kracht der placebo, of wat er misschien ergens een onderliggend mechanisme voor is, maar dat absoluut niet te maken heeft met een hogere glucose in het bloed, blijkbaar heel krachtig moet zijn voor de persoon zijn trainingsprestaties. We spraken daar pas over dat er in duursporten daar heel veel voordelen voor zijn. Dat is zeer juist, omdat inderdaad de duur van die inspanning en ook de manier waarop dat eigenlijk energie verbruikt wordt in die inspanning, maakt het veel meer relevanter om eigenlijk extra brandstof te gaan toedienen in de vorm van glucose bijvoorbeeld of dextrose. Maar bij krachtsport is dat niet. Omdat er is geen ene training waarbij dat je zodanig jezelf gaat belasten. Krachttraining dan in een realistisch scenario waarbij dat je extra koolhydraten gaat nodig hebben om jezelf van brandstof te voorzien. Dat is niet mogelijk. Al zijn. Ik ga je proberen één vraag niet als in te zijn de volgende keer. Er is zelfs een soort van ladingmechanisme om een bodybuilding-atleet voor te bereiden op een wedstrijd, waarbij dat ze proberen alle spierglycogenes, alle koolhydraten in de spier, te proberen onttrekken, om dan nadien te proberen opladen. En dat is een van de meest brutale training dat iemand kan doorsturen. Als in dat is een uur aan een stuk op een ruur proberen op zijn bovenlichaam, dat ze erop staan vloeken en roepen om op die laatste reps dat je bijna je spier niet meer kunt bewegen. Ze moeten hem bijna naar huis voeren, want hij raakt niet meer zelf thuis. Dat zorgt ervoor om eigenlijk je spierniveaus naar een 5-10% aan glycogeen nog te doen houden. Dus wat dat je eigenlijk maar kunt veroorzaken van verbruik aan die energiereserves in uw krachttraining, in uw door de weekse krachttraining, is zo klein dat dat in geen realistisch scenario van toepassing kan zijn. Mm-hmm. Dus het heeft weinig nut volgens mij. Maar, weer hetzelfde, psychologisch gezien, iemand een bepaalde intra-workout shake voorschrijven, op een zware leg day bijvoorbeeld, en tegen hem kunnen zeggen van als je dat gaat doen, dat gaat misschien wel marge kunnen uithalen. Sommige mensen gaan daar meer op kunnen motiveren. Dat is ook de reden waarom dat er zoveel mensen pre-workout drinken voor de training. Ze zijn al lang, maar al lang helemaal ongevoelig geworden aan cafeïne. Cafeïne heeft bijna nog geen enkel nut niet meer bij die mensen om die dosis toe te dienen. Maar toch gaan ze een pre-workout blijven drinken, omdat dat zoveel voordelen biedt. Mm-hmm. Want het is eigenlijk voornamelijk het placebo-effect, als ik heb iets genomen dat me misschien wel gaat helpen, dat ervoor gaat zorgen dat die mensen goed trainen. Maar met recht en reden intra-workout koolhydraten voorschrijven, had ik het nooit doen. Nee.
Ik denk dat ik dat perfect kan beamen met mijn triathlon verleden. Als wij 2-3 uren op de fiets zaten of 2-3 uren gingen gaan lopen, heb je dat gewoon nodig. Dat zijn constante inspanningen, je verbruikt daar superveel energie. Je moet gewoon eten en drinken, je koolhydraten terug aanvullen. Maar voor dan terug naar krachtsport te gaan, eerlijk, dat is een luie sport als je dat vergelijkt met triathlon. Eet gewoon een deftige meal, een uur voor je training, je kunt 3 uur gaan trainen. Je kunt dat gewoon niet vergelijken. Bij duursporters, sowieso, dat is gewoon nodig. Duursporters die het niet gebruiken, gaan niet optimaal presteren. Of ja, je hebt misschien een hele zatte uitzondering, maar nog niet meegemaakt. Bij krachtsport, overbodig. Ook weer het placebo-effect, mentale. Lekker of dat Herbalife 200 drankjes per dag verkoopt voor de detox en andere bullshit. Het is het mentaal aspect. Wat dat er ook vaak een beetje vergeten wordt in die context, is... We zien vaak ons lichaam als een vergeetput. Als we iets doen en we eten iets, een half uur nadien is ons lichaam vergeten dat er een half uur ervoor een maaltijd binnenkwam. Bijvoorbeeld, het is niet omdat je... Wat is intra-workout koolhydraten bijvoorbeeld? Is dat dan de eerste minuut dat je gestart met trainen bent? Of is dat dan 1 minuut voor de training dat dan zogezegd niet meer nuttig zou kunnen zijn? Dus het lichaam is eigenlijk... We zijn constant aan het verteren. Er zijn constant dingen dat gebeuren in ons lichaam wat de processen veroorzaken. Dus je hebt er bitter weinig op de minuut tijd veel vat op. Dat is iets wat dat eigenlijk niet bestaat, zonder daar te veel over uit te wijden. Ja. Dus intra-workouts, intra-workout carbs, is het voordelen? Ja, meer voor duursportatleten die 1,5 uur of meer trainen. Of bijvoorbeeld iemand die 's morgens graag traint en niet echt kan trainen op een volle maag. Hè? Dat is misschien ook nog iets. En daarnaast heb je dan eventueel andere atleten die... krachtsportatleten dan, die 2 keer op een dag trainen. En die dan bijvoorbeeld wel wat voordeel uit kunnen halen uit toch een beetje intra-workout carbs. Nu, onderzoek toont aan dat glycogeen binnen de 24 uur wordt aangevuld. En als je dan een intra-workout carbs eet, dat je dan een beetje dat sneller kan aanvullen, omdat je dan de volgende training wat meer energie zou hebben, kan misschien wat voordeliger zijn. Maar dat is weer... voor personen die 2 keer op een dag trainen. En ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat doen. Of het misschien professionele atleten zijn. Dus dat kan wel interessant zijn. Nu, ik denk ook van met z'n triatleet verleden. Die mensen gaan veel meer calorieën verbranden als een krachtsporter in de gym gaat doen. Een krachtsportsessie in de gym. Onderzoek heeft aangetoond dat rond de... Dat hangt vanaf van intensiteit... En ook of dat je man of vrouw bent, maar dat dat waarschijnlijk wel tussen de 100 en 300 calorieën gaat zijn. Wat dat uiteindelijk niet zoveel is. Nee. En dat is hetgeen wat de mensen ook niet beseffen. Het is wel heel belangrijk dat je krachttraining doet, maar je gaat er niet enorm veel calorieën mee verbranden. Eet een sneaker of een Mars en bam, je hebt zogezegd je calorieën dat je verbrandt het al terug. Dus dat is nog wel misschien een interessant onderwerp dat ik wil meegeven. En nu kunnen we overgaan naar de volgende vraag. Of misschien voor nog een heel kleine aanvulling te doen. Okay, ik heb gisteravond voor het slapen heel wat koolhydraten benut. Dat kan dus geen kwaad, je wordt er niet dik van. Vanochtend vroeg opgestaan, geen zin om te ontbijten. Ik heb nuchter getraind en ik heb een super goede training gehad. Kijk eens aan. Alright, post-workout nutrition. Dat is waarschijnlijk wel iets belangrijker, maar ook weer iets overschat waarschijnlijk. Hangt er vanaf. Met één iets. Post-workout nutrition, meteen na de training of niet? Ik denk dat dat voor alle drie wel heel duidelijk is. Jonas, neem het woord maar. Daar gaat het dus er wordt vaak gesproken over een bepaalde anabolic window. Dus dat wil ik zeggen, een periode na je training waarbij dat je erg anabool zou zijn. Wat betekent anabool? Is eigenlijk dat de processen die in je lichaam dan plaatsvinden, er eigenlijk voor zorgen dat er iets opgebouwd wordt in het lichaam. Voornamelijk als we inspanning leveren, dan zijn we katabool, als in er wordt iets afgebroken om energie op te wekken. In een anaboolproces wordt er energie opgeslagen en iets mee opgebouwd. En die processen zouden na een kataboolproces, dus bijvoorbeeld een training, iets meer aanwezig zijn. En dan is het heel belangrijk dat er wel
voedingsstoffen aanwezig zijn op dat moment om die opbouwende processen van bouwstenen te voorzien. Als in, je kunt je wel een metser klaar hebben zitten die een muur gaat metsen, maar als er geen stenen achter hem staan, gaat er geen muur gebouwd worden. Dat is een beetje de gedachtegang achter de anabolic window, dat daar wel aandacht voor moet gemaakt worden. En dan zijn er daar extreme dingen uit voortgekomen de voorbije tientallen jaren, dat bijvoorbeeld na je laatste set, dat je onmiddellijk iets van bouwsteen, lees, voeding moet opnemen, of dat je eigenlijk een deel van dat proces gewoon zou verkwisten. Omdat die metser zo moet betaald worden, maar er is dan geen steen, dus er zal ook geen muur gezet worden. Nu, wat er wel ondervonden is dat dat geen anabolic window is, als in dat dat geen 1 uur na je training is, maar dat die anabolic window wel hem heel erg uitstrekt. Als in, we spreken over tot bij sommige mensen zelfs tot 48 uur nadien, dat er nog altijd een verhoogde status van die anabole processen. Dus dat proberen in 1 uur na die training allemaal naar binnen te steken, is meestal niet echt iets wat je zou willen doen. Dus die anabolic window is er niet, het is eigenlijk meer een anabolic veranda, dat we kunnen overspreken. Als in enkele uren, maar niet 1 uur, maar zeker enkele uren. Dus proberen rond die training iets van maaltijd te voorzien, is eigenlijk het beste wat je kunt doen. Maar dan vul ik al een beetje de vraag en dan wil ik jullie de kans toegeven. Ja, Gies, hoe ga je daar te werk? Wat vroeg je, hoe dat ik daarin te werk ga? Ja. Ik hou daar niet zoveel rekening mee. Omdat ik ook niet geloof in dat je... Of ja, ik hou er wel rekening mee, maar niet dat ik zo snel mogelijk naar de training eet. Dus meestal eet ik ongeveer een uur voordat ik train. Omdat ik dat dan optimaal alles is verteerd. Ik kan dan goed trainen, ik voel me daar best bij. En dan zorg ik gewoon dat ik binnen de 3 à 4 uur na mijn training een eiwitrijke maaltijd binnen heb voor zo toch mijn lichaam terug te voeden. Maar het is niet dat ik naar huis storm voor zo snel mogelijk iets te eten of al... een whey shake met snelle suikers in mee hebt naar de training, daar geloof ik nu ook niet in. Maar sowieso die voeding dat je voor je training nog maar hebt benut, een uur ervoor, is sowieso nog genoeg aan het verteren en dat had u al bouwsteen voorzien. Voilà. Ik denk dat dat gewoon inderdaad. Het belangrijkste punt is daar rond. Ja, en dan moet je dat inderdaad ook weer in de context bekijken. Je hebt veel mensen die 's morgens trainen op nuchtere maag. En dan is het wel misschien toch wel interessanter om zo snel mogelijk na hun training toch wel iets te nutten van eiwitten en eventueel carbs, omdat je dan weer in een andere context zit. Veel mensen gaan 's avonds krachttraining doen, de meeste mensen, en dan is het wat minder belangrijk. Je moet altijd kijken, en dan is het weer het katabool en het anabool proces, zoals dat Jonas aanhaalde. Je hebt het katabool en het anabool proces. Je moet dat eigenlijk zien als golven. Hey? Als je anabool proces hoog staat, ga je katabool proces laag staan. Nu, als je gaat trainen, dan ga je katabool proces laag staan. Je katabool proces hoog staan en je anabool proces laag. En dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk uit die toestand geraken. Je wil zo snel mogelijk terug in een anabool proces geraken. En dat wil zeggen, door dan, als je dan stopt eigenlijk je katabool proces. En dan is het wel interessant om dan proteins en eventueel carbs te eten. Maar dat is inderdaad niet zoals een anabolic window. Dat is meer een anabolic veranda. Zoals Jonas aanhaalde, vond ik eigenlijk heel mooi. En dan keek ik ook altijd terug van wanneer was je maaltijd dat je voor je training hebt genuttigd, zoals Gies aanhaalde. Als dat eigenlijk juist voor je is. Of is dat 1 uur voor je training, 2, 3, 4 uur? Ja, dat zit weer in een heel andere context. Dus je moet eigenlijk ervoor zorgen dat je rond de 4 à 5 uur toch wel voldoende eiwitten binnen hebt, hoogwaardige eiwitten, om continu eigenlijk dat anabool proces te stimuleren. Een algemene richtlijn dat ik vaak meegeef, probeer, hangt er ook vanaf welk context, probeer na je training tussen de 1 à 2 uur zeker een mengeling van protein en carbs te consumeren. En als je dan fasted traint, best zo snel mogelijk naar je workout proteins. En eventueel misschien gewoon al een protein shake voor je workout. Ja. Dat is misschien nog het best. Want als je slaapt, ben je ook aan het fasten. Dat zijn mensen die 8 uur slaapt, hadden 8 uur fasten. Hè? En om zo snel mogelijk terug je anabool proces hoog te houden, zou het wel voordelig zijn om dan eventueel een protein shake met hoogwaardige eiwitten te consumeren voor je training. Dus dat heel mooi samengevat is. Mag je er nog iets aan toevoegen? Nog één iets. Yes.
Dus eigenlijk als we over voeding spreken rond onze training, zodat het er nu voor is, tijdens of na, eigenlijk wordt het belang daarvan voornamelijk gedicteerd door twee dingen. Welk vetpercentage dat je op dat moment hebt, in relatie tot wat je normale vetpercentage is, en hoe dat eigenlijk jouw trainingsleeftijd is ook. Bijvoorbeeld, als er iemand zegt dat al goed aan het eten is, je zit in een goede calorie surplus, je eet gigantische maaltijden de hele dag door, al weken dan een stuk, dan gaat het belang van zo'n timing rond jouw trainingen irrelevant zijn. Zoals dat we zeiden, het lichaam is geen vergeetput. Als je iets 2 uur na je training aan het eten bent, en 5 uur ervoor heb je daar iets van 1000 kilocalorieën al in gestoken, dan is de kans groot dat je nog altijd aan het verteren bent wat je 5 uur geleden aan het eten was. Nu, als we in een dieetfase zijn, en je lichaam is in hongerstand, dat is het verkeerd woord, maar is eet honger en is eigenlijk alles aan het verbruiken wat er binnenkomt, want het is in een tekort, dan wordt dat wel heel belangrijk. Niet alleen naar hoe dat je prestaties misschien kunnen zijn in die training, maar ook naar psychologisch toestand, als in hoe energie dat je gaat voelen. Bijvoorbeeld, als je maar 100 koolhydraten per dag hebt en je zet ze 8 uur voor je training, dan gaat dat misschien moeilijker trainen zijn als je eigenlijk die 100 gram koolhydraten misschien niet dichter tegen je training gaat plannen. Dus eigenlijk die timing van voor, tijdens of na is eigenlijk voornamelijk relevanter in welke fase van je plan dat je bevindt. Als je aan het afvallen bent, zal dat waarschijnlijk veel belangrijker zijn dan dat je eigenlijk aan het aankomen bent. Ja. Dat is wel een zeer nuttige aanvulling. Ja, merci. Ja. Alright, gasten. Ik denk dat we het voor vandaag hier best bij laten. Zeker. Ja, het was ongelooflijk interessant. Ik denk dat de mensen heel wat gaan bijgeleerd hebben omtrent voeding. Zeker. Ja, ik denk dat de podcast dat we nu net gedaan hebben, dat dat veel meer waarde gaat creëren, ook voor onze luisteraars. Omdat we heel veel casussen aangehaald hebben, heel veel voorbeelden hebben gegeven en heel veel tips en tricks hebben meegegeven. Dus hopelijk hebben ze daar echt wel iets aan. En laat ons liefst ook iets weten wat jullie ervan vonden. Stuur eventueel wat onder ons, dat we eventueel zouden kunnen aanhalen in de komende podcast. Dus dat zou echt wel heel tof zijn. Moesten jullie dat kunnen doen. Alright. En als er nog vragen zijn, mogen ze ons waarschijnlijk altijd contacteren. Zeker, yes, weten. Zeker wel. Yes. Oké, tot volgende week. Tot de volgende aflevering. Bye bye. Ciao.